Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar mijn allereerste video op dit YouTube kanaal. Mijn naam is Raisa en ik hou van lezen en boeken en alles wat er mee te maken heeft. Ik heb zelf ook nog een boekenblog en een boekstagram en de linkjes daarvan zullen hieronder staan. En als je een kijkje wil nemen, neem dan vooral een kijkje. Ik kom net terug uit de stad en daar heb ik, zoals meestal als ik in de stad ben, weer boeken gekocht. En dit zijn de boeken die ik heb gekocht. Ik zal ze zo allemaal even langslopen. En ja, laten we dan maar snel beginnen. Het eerste boek waar ik het over ga hebben is dit boek. Dit boek heet De Overlevende en is van Alexandra Braken, als ik het goed uitspreek. Dit boek is een vertaald boek naar het Nederlands en deze heb ik opgestuurd gekregen van karakteruitgevers om te lezen en om een review over dit boek te schrijven op mijn blog. Dit boek gaat over een ziekte die rondgaat onder de jongeren en over een heropvoedkamp waar ze naartoe wordt gestuurd. Daaruit ontsnapt ze en dan komt ze allemaal andere jongeren tegen die ook uit soortgelijke kampen zijn ontsnapt. Er is alleen iets met Ruby, dat is de hoofdpersoon in dit boek, waar we zelf nog niet zo heel veel over weten. En waarschijnlijk iets is waar het boek over gaat. Het heeft iets te maken met dat er iets met haar ouders is gebeurd en dat ze niet te dicht bij andere mensen kan komen. Niet de goede vrienden met ze kan worden en ik ben heel erg benieuwd naar hoe dit boek is. Het is een serie en het tweede boek in de serie heet Onvergetelijk en het derde boek in de serie heet Een Onzeker Licht. Dus ik ben heel benieuwd naar dit boek en als ik dit boek leuk vind ga ik zeker de rest van de serie ook lezen. Dan vervolgens nog twee boeken uit dezelfde serie. Als eerste A Court of Mist and Fury. Dit is deel 2 in de serie van A Court of Thorns and Roses. Ik heb deel 1 hier zo liggen. Deze heb ik uitgelezen en vond ik super leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de rest van de serie. Ik heb van iemand gehoord op Instagram dat ze deze het leukste van de serie vond. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit deel. En dan heb ik ook nog het derde deel gekocht. A Court of Wings and Ruins. Ja, zoals ik al zei, ik ben heel erg benieuwd naar de rest van de serie. Deel 1 vond ik echt geweldig. En over de rest van de serie zijn een paar meningen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik er zelf van vind. Deze twee boeken zijn in het Engels. Het eerste boek wat ik jullie heb laten zien is het enige boek dat ik in het Nederlands heb gekocht. Ik vind Engels lezen op de een of andere manier toch wat leuker. En dit boek was €11,95. Deze was afgeprijsd naar €10. Dus echt super goedkoop. En het laatste boek dat ik heb gekocht is Fangirl van Rainbow Rebel. Dit boek is aangeraden door iemand ook op Insta. Ze zei dat ze dit een heel leuk boek vond. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik er zelf van ga vinden. Dit boek gaat over een eeneigen tweeling die naar college gaat. Een van de tweeling wil wat afstand nemen van haar zus. En het boek gaat juist weer over de andere die eigenlijk niet echt houdt van feestjes en van heel veel vrienden. Ze houdt meer van lezen en is meer een beetje een nerdachtig type. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit boek mij bevalt. En ik kan niet wachten om hier aan te beginnen. Ook dit boek is in het Engels en deze was €11,95. Dit waren dan alle boeken die ik heb gekocht laatst en ook één boek die ik dan binnen heb gekregen. Ik ben heel erg benieuwd wat ik van deze boeken vind en als ik ze heb gelezen dan zal je een review op mijn blog kunnen vinden daarover. Volg me op Instagram om bij te houden over welke boeken ik een review schrijf. En dan was dit alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef een duimpje omhoog, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!